goed voetballen of zo. Dan gaan we keert schoppen. Ja, keert schoppen! Keert schoppen! Marie-Jean, tournee sur le goal! Op het vechten tegen FC Ballendijk. Daar de mogelijkheid voor Gunter Hofmans. En meteen 0-1. We zijn nog maar 5 minuten aan het spelen. Audio voetbal. Daar kan ik ook nog wel eens een stevig interview van maken. Maar wie kan ik daarvan kunnen vinden? Goeiedag beste kijkers. Welkom bij Studio Sport met Freddy Franco. Vandaag in Studio Sport. Volgende hoofdpunten. Zidane arriveert de Lommel. Man on the jus. Vandaag een interview met Zinedine Zidane. Zidane, ik kom maar aan. Verder bespreken we nog enkele types van supporters. Maar beginnen doen we met dit baanbrekend record. Als jonglerend zal hij zijn plaatje in de Hall of Fame willen bemachtigen. Maar gaat het hem lukken? Kijkt u vooral met ons mee. Terwijl de normaal rustig verder jongleert, kijken wij even naar een boodschap van Algemeen Nut. Dames en heren, vooral de heren, mag ik even jullie aandacht voor mijn uitvinding waar jullie je ogen van open trekken. Voor de lelijke mensen onder ons is het niet gemakkelijk een sexy en hot vrouwke te vinden. Je moet niet nee knikken, het is zo. Maar daarom heb ik deze vrouwenmagneet ontworpen. Ze werkt heel simpel. Ik zie een mooie vrouw. Ik recht. Ze vliegt naar mij. Ze is verliefd op mij. Tot ik de magneet uitzet. Ben je lelijk? Wil je aandacht? Is je vriendin aan het vluchten met een ander? Dit is je kans. Koop nu deze vrouwenmagneet. Meer info, dit adres. Mama, ik kan voetballen. Ja, jongen. Hey mannen, dat is hier niks. We gaan naar het stadion. Ja, kom. Kom, jongen. We zullen weg. Ja. Er zijn 3 types van supporters. Een eerste type is de hooligan. De hooligan kenmerkt zich door uitbundig gedrag. Hij scandeert graag en provoceert nog liever. In gevecht gaat hij niet uit de weg. Telkens doet hij zijn agressieve zeg. Ah, de mannen. Het is te hopen dat ze winnen vandaag, hè. Maar ik hoop dat het terug blijft. Dat niet getegen. Maar we gaan ervoor, even de punten, hè. Paul Droogmans is supporter door weer en wind. Hé, hey, kom op, hè. Hé, nu lijkt vorige week, hè. FC Ballendijk is reeds jaren failliet. Toch blijft Paul hardnekkig supporteren. Wij zijn de echte, hè. Wij zijn de achterolie, hè. We gaan winnen vandaag, hè. Kom op. Hé, hey, mannen, kom op, hè. Hé, hey. Wil ik hier alleen roepen? Hé, hey. We zien het niet. Iedere zaterdag is hij paraat om zijn ploeg naar de landstitel te schreeuwen. Hé, hey, we zijn vertrokken, hè. Olé, 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 olé. Zijn ze nou aan het voetballen? Of wat? Beginnen ze nou? Gewoon je shot. Gewezen vrienden van Paul vertelden ons anoniem dat het allemaal begon na een slag op Pauls hoofd tijdens uit de hand gelopen supportersrellen. De zakenman in de business seat kijkt hoe zijn investering loopt. Hij geniet van het diner met een glas wijn, want voetbal is voor hem dynamisch fijn. Koude maakt hem niet uit, want hij zit lekker warm achter zijn huid. Maar op, 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 maar
Ja, mannen, het is toch niet meer echt wat het geweest is. Vroeger, toen konden wij plots skate schoppen. Heel dat plein dat stond overhoop. We moeten ons gewoon aanpassen aan een sport van onze leeftijd. Hè. Ik denk, zo is aan betanken of zoiets. Kunnen we daar zo niet wat boel maken nog? Dank je! Hoi Brigitte. Dit is een scheef gooien! Ah, ik een scheef gooien! Kom jou, ik daag je allemaal uit voor het toernooi. Dan kijk er van op, hè? Ik dacht het wel, jong. Gewoon een bende, mietjes, jong. Hé, zullen we niet verslaan? Kom op, man! De nomad is nog altijd bezig aan zijn waanzinnig record, maar ik wil jullie even de mensen die leven of sterven langs het voetbalplein beter laten kennen. Een broer te worden. Wat is dat nou? Charles, die moet. Dat kan toch niet waar zijn, hè? Zie hier, mannen! Nee. Allee, die heb ik 25 jaar terug gekocht van een uitvinder ergens op zo'n betaald televisie. Kunnen we eens even kijken of dat deze nog werkt, hoor. U ziet, beste kijker, aan alles komt een eind. Maar treurt niet, want de nieuwe generatie staat klaar om de fakkel over te nemen. Crazy rhythm coming from puppets.